Nou, hallo allemaal. Ik ben Marieke Peters, ik ben 14 jaar en ik zit op het Charlemagne College in Landgraaf. Dit ligt in Limburg, maar dat hebben jullie vast al gehoord in mijn zachte G. Jullie zullen je waarschijnlijk ook wel afvragen waarom ik dit pocketcameraatje in mijn hand heb. Nou, door dit cameraatje is eigenlijk alles begonnen. Ik heb een grote passie voor het maken van foto's en filmpjes van de dingen die me bezighouden en de dingen waar ik mee bezig ben. Zo heb ik laatst een filmpje gemaakt over mijn bucketlist. Dit is een lijst van wensen die ik nog allemaal wil waarmaken in mijn leven. Ik heb al deze wensen op stukjes papier geschreven en er een leuk muziekje aan toegevoegd. Vervolgens heb ik dit filmpje op YouTube gezet, omdat ik wil mijn filmpjes delen met iedereen, dus ook met jullie, en ik wil proberen om mensen te inspireren. Mijn familie vond het filmpje meteen heel bijzonder en vond dat ik het moest doorsturen naar mijn gelukskundedocent Theo Wismans. Hij zit vandaag ook in de zaal. Theo Wismans stuurde mijn filmpje naar verschillende onderwijssites, want hij vond het ook heel leuk. Ik kreeg allemaal leuke reacties van mensen uit het hele land en op sommige plaatsen werd mijn filmpje zelfs gebruikt als lesmateriaal in het onderwijs. Dit heeft mij allemaal nog meer geïnspireerd om nog meer filmpjes te maken. Zo heb ik laatst ook een filmpje gemaakt over mijn happinesslamp. Ik kreeg met mijn verjaardag een lamp cadeau en hij was eigenlijk wel eenvoudig. En zelf kreeg ik het idee om er iets creatiefs mee te doen. Ik heb er toen allemaal spreuken en dingetjes aangehangen die me gelukkig maken. Zo heb ik mijn eigen happinesslamp gecreëerd. Dit filmpje heb ik vervolgens ook op YouTube gezet en ook weer naar meneer Wismans gestuurd. Hij was ook meteen weer heel enthousiast. Hij heeft het filmpje daarna naar TEDx gestuurd en daarom sta ik vandaag hier. In het begin wist ik eigenlijk nog niet wat er zo bijzonder was aan mijn filmpjes. Ik maakte ze gewoon omdat ik het leuk vond. Dat het echt speciaal was, had ik zelf nog niet echt door. Ik heb in de laatste tijd niet stilgezeten. Ik heb ook een filmpje gemaakt waarin ik een brief aan mezelf schrijf. Deze brief maak ik over 20 jaar open. Er staat in hoe mijn leven er als 14-jarig meisje uitziet en hoe ik hoop dat het er over 20 jaar uitziet. Ik heb er ook allemaal foto's en muziek bij gedaan en ik hoop dat ik later een leuke herinnering heb. Nu wil ik met jullie even kijken naar een samenvatting van mijn filmpjes. I just want the baddest bitch in the world right here on my lap. And I'ma hit this drink up like it's my last. I'ma hit this night up like it's my last. I'ma hit this ass up like it's my last. Swear I'ma do it like I never had it at. Like I never had it at all. Yo, from the minute that she walked in, she was scorching, so I swarmed in and got talkative. Okay. You know, normal things that people talk about. We got a bottle of the Morgans out and pulled around. Then we walked to the couch and we had a seat. She was glad to meet and I was pretty happy, see. This had to mean she wanted more than just a chat with me. We swapped numbers, then we had to leave. I'm gonna show her that I'm more than just a funny guy. I got love inside, but I like the money side. And I'm worried I might fuck it up if I don't stop her and tell her I'm gonna try. So listen, lady, you probably think I'm crazy, but if you're thinking what I'm... You got that smile that only heaven can make. I pray to God every day that you keep that smile. You are my dream. There's not a thing I won't do. I'll give my life up for you. You are my dream. And baby, everything that I have is yours. You will never go cold or hungry. I'll be there when you're insecure. Let you know that you're always lovely, girl. Cause you are the only thing that I got right now. One day when the sky is falling, right next to.
Eigenlijk zijn deze filmpjes heel eenvoudig, toch? En toch sta ik vandaag hier. Vooral na dit laatste filmpje is er een hele hype losgebarsten. Ik kreeg allemaal reacties van leraren uit het hele land en iedereen begon opeens een brief van zichzelf te schrijven. Dat vond ik echt superleuk, want toen kon ik zien dat ik mensen had geïnspireerd. En zoals jullie hebben gezien, was dat een van mijn wensen op mijn bucketlist. Ik hoop dan ook dat ik jullie vandaag enthousiast kan maken om op zoek te gaan naar je eigen creativiteit. Iedereen heeft wel iets creatiefs in zich. En als je denkt, mijn ideeën zijn niet zo goed, moet je er toch iets mee doen. Want ik dacht in het begin ook eerst van, het is echt niet speciaal wat ik doe. Maar gelukkig sta ik vandaag toch hier. Je zult ook allemaal zien wat het teweeg brengt. Je zult er echt versteld van staan. Ik ben een paar keer geïnterviewd in de krant. En naar aanleiding van deze artikelen heb ik een luchtballonvaart cadeau gekregen van L1. Dit was ook een wens op mijn bucketlist. Ook heb ik een brief gekregen van de burgemeester van Kerkrade, mijn woonplaats. Hij wenst mij succes vandaag en het heeft echt wel geholpen. Gelukkig zit ik vandaag ook, morgen, ook in het live tv-programma van L1, het jaar van de vlinder, in de Nieuwe Nor. Je hebt ook echt helemaal geen dure apparatuur nodig of zo voor de filmpjes die ik maak. Ik heb het ook gewoon gedaan met dit pocketcameraatje en een al voorgeprogrammeerd programma wat op mijn computer stond. Je zult dus zien dat je met minder meer kunt. Het motto voor vandaag is ook Bringing Ideas Alive. Dat is eigenlijk wat ik doe. Maar ik heb er, zoals jullie al weten, mijn eigen motto van gemaakt. Bringing Creativity Alive. Je helpt er jezelf, je omgeving en misschien wel de wereld mee. Dankjewel.